De moord op de Haagse prostituee Blonde Dolly is nog altijd een van de meest geruchtmakende zaken die zich ooit in Nederland heeft voorgedaan. De moord houdt de Haagse rivierenbuurt geruime tijd in haar greep. En speculaties over de ware toedracht gaan jarenlang de wereld rond. Is ze vermoord omdat ze hooggeplaatste klanten had gechanteerd? Is de dader de jaloerse echtgenote van een klant? Of is ze gewurgd door haar bodyguard? En hoe zit dat met dat blauwe notitieboekje dat jarenlang spoorloos is gebleven? In de krochten van de bunker van Zeisinkwart, de voormalig rijkscommissaris van het door de Duitsers bezette Nederland, ontmoet ik Thomas Ros, een van de meest toonaangevende thriller-auteurs in ons land. Is hij in staat om een van de grootste mysteries uit de Haagse geschiedenis te ontrafelen? Blonde Dolly, alias Sibylle Niemans. Een legende van lichte zeden. Feit of fictie? Nou, op de begraafplaats Westduin, hier in Den Haag, heb je een heel vreemd graf. En dat graf is, daar staat op Sibylle Niemans, geboren in 1937 en overleden in 1959. En dat is de naam van de hoer in Den Haag, die Blonde Dolly heet. Okay. En het rare is dat die vrouw niemand had, in 1959 gewurgd is aangetroffen in de hoerenpandje op de Nieuwe Haven. En dat het graf dus al meer dan 50 jaar oud is. En dat we niet weten wie ervoor betaalt en hoe het wordt verzorgd. Want elke verjaardag van haar en elke kerst, en ik loop er dan langs, zie je dat er verse bloemen staan of een kerstkaars of weet ik wat. Heb je er eens over nagedacht om te kijken wie dat graf onderhoudt? Ik ben van plan, ik vergeet het elke keer. Ze is op 22 september is haar verjaardag om dan achter de rhododendrons te gaan liggen met mijn dochter samen. Een afluisterapparaat en een fototoestel wie dat is. Maar het kan bijna niet, want iedereen uit die periode, 1959, is natuurlijk overleden. Ja, ja. Maar wie zou het kunnen zijn, denk je? Een hele oude klant. Een stok oude klant. Ja, ja. Nee. Maar niet haar moordenaar. Want het rare van Blonde Dolly was, het was een hoertje. De Nieuwe Haven was toen een verpauperde buurt. Je had de ambachtsschool en zo, dat gebouw bestaat nog steeds. Daartegenover zat een serie hoeren. Dolly komt daar begin jaren 50 te zitten. En is de enige die een alarm heeft, een lijfwacht heeft. Dat hadden ze helemaal niet. Rolluiken voor haar pand. En zij ontving per avond 25 mannen. 25? 25 mannen. Voor 5 gulden het stuk. Dus dat is 125 gulden per avond. Dat draaide ze 5 avonden per week. 1 avond per week ging ze naar een café-restaurant in het Bezuidenhout. Dat heet het Spinnenwiel. En daar ontving ze speciale gasten. Dat bestaat nog trouwens. Dat bestaat nog. Ja, ja. Dat bestaat nog. En de andere locatie waar ze te vinden was, dat bestaat niet meer. Dat was Hotel de Witte Brug. Ja. Dus dat is achter Madurodam, waar nou een seniorenflat is. Het vreemde was, Blonde Dolly is gewurgd aangetroffen op 2 november 1959. Dat is een weekend geweest. Die is op maandagochtend gevonden. Ze had een hond waar ze dol op was. Zaterdag was vrij voor haar. Op zaterdag zat ze in dat pandje boven op haar slaapkamer. Ging ze met de hond wandelen, nam een glaasje, ging vroeg slapen. Ze zou die ochtend naar Antwerpen zijn gegaan met haar boekhouder, wat vreemd is voor een Haags hoertje, een boekhouder in Antwerpen. Die boekhouder komt haar ook ophalen. Er wordt niet open gedaan. Hij denkt, ze is het vergeten. Dat gebeurde wel meer. En hij gaat weer weg. Maar die boekhouder kwam uit Antwerpen? Nee, die was een Haagse. Die ging met haar naar Antwerpen toe. En waarom ging ze naar Antwerpen? Omdat haar, dat komt zo, omdat haar hele administratie van al haar geld zat. Heel veel geld, daar wou ik zo op komen. Ja. Werd gedaan in Antwerpen. Goed, maandagochtend, het hele bedrijf moet van start en zo, gebeurt niks. 2 agenten worden gewaarschuwd, daar zou het kunnen zijn, breken daarin. Nu komt het gekke. De hond heeft het weekend binnengezeten. Haar hond, een Bouvier. Die heeft niet geplast dat weekend. Wat een hond moet doen, hij moet een paar keer per dag uit. We weten dat ze op zaterdag, dat is de beroemde patoloog anatoom Zelderus, die deed toen alles in Nederland. Hè. Die constateerde ze op zaterdagnacht 31 oktober vermoord. Dat is gek, dan moet iemand de hond hebben uitgelaten. Mm-hmm. Toch? Ze vinden haar boven in haar slaapkamertje, niet haar peeskamertje, haar slaapkamertje, in een ragfijn hemdje. Het is heel snel, het lijkt ze heel snel, hoe noem je dat? Vergaan. Ja, vergaan. Beschimmeld. Het zijn vreselijke foto's. Je kunt ze in het Haagse archief hier vinden, politiearchief hier vinden. Ze is gewurgd. Je ziet duimafdrukken op de keel. In haar bed. Een klein hemdje aan.
Daar staan twee politiemannen, denken, wat vreemd is dat. Er wordt een technisch rechercheonderzoek gedaan. Ze vinden papieren van haar dat ze veel aandelen heeft. Dat ze voor 500.000 gulden toen, dat is ongeveer 4 miljoen euro nu, aan cash geld had op verschillende banken. Ze breken de planken onder haar bed open. Daar vinden ze stapels gouden tientjes waar het mensen toen in belegden. En toen was het raadsel. Wat vreemd is dat? Hoe komt zo'n hoertje daar in de Nieuwe Haven, al werk je 25 mannen af, hoe komt ze aan zo ontzettend veel geld? Ja, ja. Nou zeiden die twee rechercheurs daar zo dat er een boekje was. Dolly had een speciaal blauw, donkerblauw boekje. Daarin stonden speciale klanten. Toen die twee agenten dat rapporteerden, toen greep iemand in Den Haag. Dat was in de jaren 50 de beruchte, beroemde hoofdcommissaris van Den Haag, Jan Gualtieri van Wezel, bijgenaamd Jan Hak. En dat was niet van niks, dat Hak. Dat is een beer van een vent, een oud verzetsel, noem maar op. Die man heeft samen met zijn hoofdinspecteur het onderzoek gedaan. Dat is heel vreemd. Een hoofdcommissaris die de moord, hoe afschuwelijk ook, op een hoertje gaat doen. Het eerste wat je leest in de procesverbaal, die je kunt vinden nog in het politiearchief, is dat blauwe boekje. In het volgende procesverbaal komt het hele blauwe boekje niet meer voor. Dat is natuurlijk heel, heel vreemd. Enfin, mijn vader, een van de grondleggers van wat we nu de AIVD noemen, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, was betrokken bij de moord op Blonde Dolly. Dat is vreemd voor een veiligheidsdienst. Ja. In wat voor zin was hij betrokken? Omdat zij daar in dat café-restaurant Spinnenwiel, elke amateur goede vrijdagavond, sprak met de Russische militaire attaché van de Russische ambassade hier in Den Haag. Wat of een klant van haar kon zijn, maar je weet, de BVD, altijd waakzaam, dacht, wat zou dat wezen? Gedacht werd eerst aan, de moord heeft dus spionage-effecten gehad. Zou het chantage kunnen zijn geweest? Hoe komt ze aan zo idioot veel geld? En waarom heeft die Jan Hak, Gualtieri van Wezel, dat boekje weggehaald? Want dat moet hij gedaan hebben. Nou weten we, er is een rechtszaak geweest tegen haar lijfwacht. Dat was de eerste verdachte. Want dat was een jongen, die had sleutels, die kon binnenkomen. Die was hevig verliefd op haar. Dat heeft ze nooit beantwoord. Ze betaalde die jongen 7,5 gulden voor een avond werken bij haar. Dus de lijfwacht, lastige klanten eruit, een beetje bewaking. Ze was ook altijd bang. Daarom had ze die jongen ook. Uiteindelijk bleek, er zijn mensen, je hebt een journalist hier in Den Haag, Casper Posma, die is er heel lang mee bezig geweest. Ja. Die beweert bij hoog en bij laag dat hij heet Gerard Vrolijk, het gedaan zou hebben. Hij heeft een ijzersterk alibi. Hij was er gewoon niet. Vervolgens zijn ze nagegaan. Welke klanten er eventueel waren. En daar kwamen ze achter omdat taxichauffeurs op een avond in de week hele hoge klanten brachten bij Dolly. Wat ook weer een raadsel was. Want 1, het was zomaar een hoertje. Ja. 2, als je er ziet, denk je, niet zo erg bijzonder. Maar hoe zag ze eruit? Heel, heel klein beetje, nu moet ik oppassen, een heel klein beetje Marilyn Monroe. Ja, ja. Het rare was, ze is opgegroeid, ze werd geboren in 1927... Ze is opgegroeid in Amsterdam als pleegkind. Daar is ze naaistertje geworden. Is dat toepasselijk? Ja, want dat is ook heel toepasselijk. Want in de oorlog in Amsterdam mochten de Weermachtssoldaten en de SS'ers niet naar de Wallen. Nee. Dat mocht niet. Daar speelden Nederlanders op in. En de oude vrouw voor wie zij echt naaistertje was, kleren herstellen dus, Fred, dreef in de Kerkstraat in Amsterdam een particulier bordeel voor hoge SS'ers, maar ook voor hoge NSB'ers. Oké. Oorlog gaat voorbij, bevrijding komt. Dolly, ze heet eigenlijk Sibylla. Dolly vertrekt naar Den Haag. Noemt zich daar Zwarte Molly. En komt terecht in de Doubletstraat, die we allemaal nog kennen. Ja. Wat eigenlijk nog het enige hoerenstraatje is met de Geleenstraat wat we hebben. Dat we hebben. Daar gaat ze zitten. Daar verdient ze heel weinig. Daar ontmoet ze de eerste violist van het residentieorkest, Botto van der Berg. Met Botto begint ze een verhouding. Met Botto trouwt ze ook. Ze gaat uit het hoerenvak. Het residentieorkest was toen al vrij bekend en dat reisde veel. Ging naar Londen toe, ging naar Parijs toe. Zij gaat mee. Wat wordt Zwarte Molly alias Blonde Dolly? Ze wordt mannequin. Ze is vrij bekend op de Libellen, bij breipatronen. Ja. Wat doet ze nog meer? Ze is helemaal uit het hoerenvak. Ze woont met hem op de Thomselaan, 121. Hij doet de viool. Zij doet het mannequinwerk. Maar ze gaat ook gedichten voorlezen, declameren in bejaardentehuizen. Bos en Duin op de Scheveningse weg. De Scheveningse sterft van de bejaardentehuizen. Daar zat ze weer. De leest de gedichten van Gerard Achterberg. Dat kon ze goed. Ze wil altijd actrice worden. Ja, ja. We weten niet waarom. Op een dag zegt ze tegen Botto, ik ga van je scheiden. Ik wil niet meer. Ze betaalt hem, kun je allemaal terugvinden in het archief. Ze betaalt hem 3000, zij dus, betaalt hem alimentatie. Dat kan ze dus. Wat raar is dat. Ja. In die tussentijd heeft ze 8 huizen gekocht in Den Haag.
Zuiderhout, naar Wassenaar toe. Maar is daar een theorie over? Er zijn twee theorieën mogelijk. Mijn theorie is deze. Ze heeft gewerkt in de oorlog in een privébordeel als jong meisje, zoals in de jaren 16, 17, bij die vrouw voor wie ze eerst naaistertje was. In Amsterdam? In Amsterdam. Daar kan ze hoge NSB'ers hebben ontmoet, klanten. Allemaal afgedekt privé. Ze komt in Den Haag. Ze komt in de Doubletstraat, jaren 40. Via Botto, residentieorkest, komt ze in de betere kringen. Het Kurhaus, ze gaat naar Parijs, dat soort dingen. Ze ontmoet ook dus vanuit die functie weer hoge Haagenaars. Ja. Of hoge landelijke politici, zakenmensen. Er wordt gezegd Solsman bijvoorbeeld, Reinders Solsman. Die kent ze nog. Uit een privébordel in Amsterdam, 1943, 1944, waar die Duitsers niet naar de Wallen mochten en die gingen daar naartoe. Dan zou je dus zeggen, ze heeft een klem op mensen die ontsnapt zijn, want je werd eens vrij van gecollaboreerd in de oorlog. Jongens, de kleintjes zijn gepakt, de grote vanwege economische, politieke belangen, buitenschot. Die kon ze, dat is de ene theorie. De andere is, dat weten we van taxichauffeurs, die getuigden vanwege die lijfwacht die gearresteerd werd, dat is dus gewoon een rechtszaak geworden. Taxichauffeurs zeiden, blonde Dolly, daar reden we gewoon de politici naartoe van het Binnenhof. Wat idioot is. Ja. We weten, professor Oud is de oprichter van de VVD. Ja, ik krijg nu op mijn sodemieter. Professor Oud had er een commissievergadering, net als nu, s'avonds op het Binnenhof. Woonde in Rotterdam. Bestelde dus een taxi na afloop van de commissievergadering. Maar zei dan eerst, zeg kerel, rij maar eventjes naar de Nieuwe Haven. Wat dat is alsof je Balkenende, alsof je Rutte nu laat rijden naar de Geleenstraat. Ja, ja. Maar dat doe je toch niet? Nee. Want dan weet je toch dat je... Dat gebeurde, dat weten we. Zijn er nog meer namen bekend van politie? En de ander, en dat is... Daarom zou Gualtieri van Wezel, de hoofdcommissaris, zelf zijn ingeschakeld. Om in godsnaam dat boekje weghalen, maar op. Dat is de oud-burgemeester van Den Haag, jong gestorven, Victor Marijnen. Is premier geweest van dit land, is burgemeester van Den Haag geweest. Ook is de theorie geweest, Jozef Luns. Wat helemaal vreemd zou zijn. Dat zijn allemaal fantastische dingen. Ze had een hele grote klantenkring. Ze had één avond speciale klant. Die stond in een boekje, dat boekje is weg. Ja. Nou komt het hele gekke. Die Gualtieri van Wezel, die lost de zaak niet op. De zaak verloopt toch. Die heeft een zoon, die is nu onze ambassadeur in Luxemburg. Die zoon was Tweede Kamerlid voor, dat heette toen nog de ARP, dat is later CDA geworden. Hans Gualtieri van Wezel. De oude Gualtieri van Wezel ligt op zijn sterfbed, ergens in de jaren 60, 70. Praat nog wat met Hans en zegt, moet je luisteren. In mijn werkkamer staat een dossier blonde Dolly. Dat moet je vernietigen. En raar dat een hoofdcommissaris thuis een dossier heeft. En waarom moet het vernietigd worden? Oké. Hans zegt, pa, dat doe ik. Traan in de ogen, pa sterft. Pa had niet gezegd, je mag het niet lezen. Pa zegt, je moet het vernietigen. Hans leest het. Hans heeft beweerd tegen iedereen. Maar vooral tegen Peter R. de Vries, die is ook mee bezig geweest. Allemaal die cold case zaken, je lost ze niet meer op. Hij wist wie de moordenaar was. Oh, zeiden we allemaal van, nou zeg het anders. Nee, zei hij, dat mag ik niet. Dat kan ik niet. Maar, zei hij, het was een bekende politicus. Ik kwam hem dus nog wel eens tegen, want hij zat in het Tweede Kamergebouw. En hij is overleden in 1998. Het is dan niet 112? Gaat er bij jou nog een lampje branden? Ja, dan ga je naar 1998. Ik kom er niet achter. Niet? Nee. Ik kan het niet vinden. Victor Marijn is veel eerder overleden. Ja, ja. Kijk, de naam Smeltzer is genoemd. Het raar, het mysterie is dus altijd, hoe kan in godsnaam een blond geverfd, eenvoudig hoertje, al die mensen hebben gekend en waarom gingen ze naar daartoe? Wat had ze? En die zouden dus al dat geld hebben betaald en dat belegden ze. Ze hebben gevonden dat ze bankrekeningen had in Hamburg, in Rotterdam, in Amsterdam. Dat Antwerpen waar administratie zat. Dus acht huizen, bondmantels, van alles. Zou het een mogelijkheid kunnen zijn dat zij de boel chanteerde? Ja. Zou dat een reden kunnen zijn voor de moord? Ja, dat moet. Want dat geld kan ze nooit op de rug hebben verdiend. Nee. Dat kan niet. Nou, kijk, het moet een bekende van Dolly zijn geweest, de moordenaar. Dat kan niet anders. Hij moet binnen, er is geen spoor van braak geweest. De hond is niet aangeslagen. Ze heeft hem ontvangen. Misschien dat ze dat deed ze niet, naar de verhalen luiden. Dat deed ze niet in haar slaapkamer. Dat wilde ze niet. Zoals het dat betreft heel erg privé. Ze had een apart peeskamertje. Ja, beneden. En dan stond de lijfwacht beneden en dan werkte zij die 25 mannen. Dat weten we van die 25 mannen, omdat toen zij gevonden werd, vonden ze ook een prullenbak met 25 condooms erin. Dat was de oogst van die dag, ervoor. Denk je dat er ook nog een kans bestaat dat dit raadsel wordt ontrafeld? Het enige wat ik zou willen... Want dit verhaal leeft heel erg in Den Haag, hè? Ja, het leeft nog steeds, het leeft nog steeds. En het enige zou zijn dat we ergens een bekentenis van een moordenaar die misschien dood is zouden kunnen vinden. Daarom begon ik ook met het verhaal van er bestaat een graf en dat wordt nog steeds onderhouden. Precies.
graven daar, ik weet het, mijn ouders liggen daar graven, pacht je. Je koopt nooit de grond, je pacht je. Je kunt het voor 10 jaar, voor 20 jaar, je kan het verlengen natuurlijk altijd. Dit graf is al ouder dan 50 jaar. Dolly liet niemand na, ze had geen kinderen. Ze had een oud moedertje, dus het hele kapitaal, dat had ze gedaan per testament. Al die gouden tientjes, die huizen, die aandelen, heeft ze nagelaten aan het provinciaal ziekenhuis Zandpoort, want daar was haar moeder opgenomen. Ja. Aan, ik geloof, een stichting tot dierenbehoud of noem maar op, katten. En het kankerfonds. Maar niet aan kinderen, ze had geen kinderen. Nee. Ze had geen man, ze had helemaal niemand meer. Die botter was ook al lang weg. Het rare is, dan is er dus iemand in Den Haag die tot nu toe dat graf pacht. Ja, ja, daarom. Als jij vraagt aan de gemeentelijke plantsoenendienst, want dat is de eigenaar, beheerder van alle begraafplaatsen, mag ik weten wie voor mevrouw Sibylle Niemand, zoals ze heet, dit graf betaalt? Dat is privacy, mag je niet weten. Dan krijg je een hulprequest. Ja. Precies. Dus dat is gek, want wie doet dat dan? Nee, precies. Ik vraag dat ook, omdat tegenwoordig met die moderne technieken, hè, dus het cold case is het modewoord tegenwoordig. Ja. Je zou toch kunnen denken, ze kunnen wel wat verder komen nu met deze moderne techniek. Ik zou het graf, ja, kunnen, het graf bijvoorbeeld kunnen lichten met die DNA, ja, en, ja, en dat dan soort dingen. Maar dan vind ik dus DNA van wat? Ja, ja. Kijk, het vreemde is dat een paar jaar na de begrafenis ligt er een ansichtkaart van, ik geloof, van een molen bij Den Haag, een ansichtkaart, op haar graf en daar, met een bloem. En daarachterop staat, lieve Dolly, ik weet wie de vrouw is met wie alles om deze zaak draait. Ze heet B, de letter B. Er staat niks onder. Dat kan een gek zijn, want er lopen veel gekken rond. Ja. Het kan ook iemand zijn die meer heeft geweten en iets niet durft en goed te zeggen en het zo wilde doen. Dat is raar. Ook daar is de politie achteraan gegaan en alle sporen lopen dood. We hebben het net over het graf gehad. Hoe was die plechtigheid toen zij begraven werd? Heel simpel. Heel simpel. Dat was bijna niemand. Dat was bijna niemand. Nee, bijna niemand. Het is bijna. Het is een mooi graf. Ja, je mag het niet begraven, zeg maar. Tillet om begraven, ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar haar hele achtergrond, haar hele verleden, en dat is een totaal mysterie. We weten het niet goed. Maar goed, als het dus politieke implicaties heeft, want nogmaals, professor Oud, de oprichter van de VVD, heeft niet geprotesteerd toen zijn naam bekend werd. Dat is dus vreemd, hè? Want een taxichauffeur die stond zelf voor de rechtbank. Ik zweer bij God almachtig. Nou, ik heb de halve regering daar naartoe gebracht. En hij noemde andere namen ook van het toenmalige kabinet. En dat is nou iemand geweest die zegt dat ik was. Niemand heeft gezegd, maar smaad laster. We weten wel dat die Gualtier van Wezel met een speciaal team rechercheurs zijn bij klanten geweest. Dus je kunt nagaan, daar is flink geschrokken thuis. Ja. Er werd aangebeld, dag mevrouw, is uw man thuis? Want zijn naam staat in een boekje van Blonde Dolly ongeveer. Dat zou ook weer een linkje kunnen leggen naar die ansichtkaart. B. Dat zou kunnen. Maar wie B is, maar het is een van de. Het gekke is, het is een Haags mysterie, maar het heeft een enorme uitwaaiing ook over Nederland toen gehad. Dat was een grote shock, want hoeren werden, helaas, werden vermoord. Hè. In Amsterdam had je Magere Josje, Appie Baantje is er lang mee bezig geweest. Je had Blonde Hattie vermoord. Dat waren allemaal hele simpele moorden. Ja, had ze echt een impact, de moord op Blonde Dolly? Had ze zo'n nationaal impact? Ja. Omdat die de politieke kranten, was ja, omdat onmiddellijk al die namen circuleerden. Allemaal. En wat is het? Dus je had de Russische connectie, waar mijn vader mee bezig was, met de BVD. Heeft de militair attaché van Rusland dit gedaan. Chanteerden ze hem soms, omdat hij haar had ingekocht, dat zij spioneerde met politici in bed liggen. Nou, dat is vrij simpel geweest voor de Russische ambassade. Lekker, toch? Ze kunnen wat vertellen over defensie, over weet ik wat. Dat is één lijn. Het kan een crimepassioneel zijn geweest van een minnaar die ze had, maar we kennen geen minnaars van dat. Dat had ze helemaal niet. Want ze heeft hem binnengelaten. De hond is rustig geweest. Dan zou hij de hele tijd in dat pand zijn geweest. Dan zou hij de hond hebben moeten uitlaten. Iemand moet het gedaan hebben. De Nieuwe Haven was een druk buurtje toen, hoor. Dat was een hoerenbuurtje. Die weekenden, dat leefde. Dolly werkte wel niet. Maar die hoeren zaten daar. En die kenden echt iedereen en alles. En die kenden de hond ook. Een grote zwarte Bouvier. Dat zouden ze gezien moeten hebben. Ofwel, het is in opdracht gegaan van. Nou, daar komen de namen weer. Victor Marijnen is een naam. Okay. Jozef Luns is. Het mag geen smaad en laster zijn. Al die namen zijn genoemd toen, dus dat kan je nu veiligheidshalve doen. Ja, ook die mensen zijn dood. Nooit van die namen is er iemand geweest die zegt van. Hey. En we weten eigenlijk helemaal dat Gualtier van Wezel de zaak gewoon in een grote doofpot heeft gestopt. Wel wist dus wie het was. In dat dossier thuis, dat hij tegen zijn zoon Hans op het sterfbed zegt: Hans, daar staat het dossier. Als zijn zoon gelijk heeft, daar stond de naam van de moordenaar in, dan is dat een enorme doofpot achter die. Die dan wel politieke implicaties heeft. Maar vind je het niet bizar dat het dan toch nog ergens iets zweeft? Het boekje zweeft? Het dossier? Ja, het boekje zal vernietigd zijn. Ja, denk je? Ja. Dus het blijft altijd een opgelost raadsel. Ja.